Hey, pas op! Filip! Wat hebben jullie nog meer gegeten? Een kippenpootje met appelmoes. Maar het was niet zo lekker. Je hebt niet zoveel gemist. Akelig van tante Margaret, hè? Allemaal bed te sturen zonder eten. Was dan ook niet zo brutaal geweest tegen haar. Vind je niet dat je moet zeggen dat het je spijt? Nee, als je morgen wel naar buiten mag. Huh? Wat wil je dan doen? Ik heb een plan. Als we in deze vakantie zo vaak in het bos zullen gaan spelen, dan denk ik dat we toch meer moeten zorgen voor een hoofdkwartier. En wat? Een plek waar we papier en potlood bewaren voor het vogelonderzoek. En we kunnen een voedselvoorraadje aanleggen. Ach, Rut. Ik heb blikjes, dat doen we toen. Jij denkt ook altijd aan eten. Goeienacht, Rut. Nog steeds dwars dus, zie ik. Goed dan. Goeienacht, Philip. Troostte tante Margaret. Tante Margaret mag niks weten. Waarom niet? Omdat het dan natuurlijk weer niet mag. Oh, Philip, wanneer gaan we beginnen? Misschien alweer morgen. We racen door onze vakantiewerkjes. Ik hoef alleen maar de eetkamer en de huiskamer te doen. Ha, we zijn zo klaar. Oh, en ik zou heel braaf zijn. Heel keurigjes. En voordat ze weer een cadeautje bedenkt, piep ik hem. We kunnen makkelijk weg zonder dat ze ons ziet. Philip, je bent nog niet klaar. Nee, ik ben hier nog puur mee bezig. Nee, hoe vooruit in de schuur mee. Nee, Rut, dat mag je niet doen. Natuurlijk wel. Schiet op. Rut. Rut. Rut, waar ben je toch? Je bent al niet klaar. Rut, kom hier. Niemand kon ons tegenhouden op zo'n heerlijke lentedag. Arme tante Margaret, we logeerden bij haar omdat mijn ouders in India waren. Maar ik denk dat ze er eigenlijk meteen al spijt van had. Voor de ingang, Suffy. Hey, kijk eens of je daar nog meer kan vinden. Vlak langs me. Ik viel bijna ondersteboven. O,
Oh, wat zijn ze mooi. Laten we maar gauw gaan, anders komt de moeder niet terug. De jonkies zijn heel zacht en lonzig. En wel enig komen ze heel uit het nest, wist je dat? En weet je wat? Als we heel goed opletten, dan kunnen we ze zien uitkomen. Denk je dit echt? Oh, Philip, wat goed, hè? We moeten gaan kijken, elke dag. Maar we moeten heel voorzichtig zijn, zodat we de moeder niet wegjagen. Misschien zullen ze wel zo uit het ei komen. Kijk, die daar links. Maar wat wil je ermee? Nou, daarmee maak ik foto's van vogels. Je bedoelt van de kleine fazantjes? Nee, dat kan niet. Die komen zo gauw uit. Ah, het duurt zo lang voordat je een camera bij elkaar gespaard hebt. Nou, hoeveel heb je nu? Ik weet het niet. Iets meer dan een pond, denk ik. Oh, Philip, zo lang duurt sparen niet. Vast echt niet. Ik wou dat we nou al hadden. Denk je dat de eieren morgen uitkomen? Misschien. Ik weet het niet. Het kan eigenlijk elk ogenblik gebeuren. Oh, kleine. De volgende morgen kon ik aan niks anders denken. Alleen maar aan die eitjes in dat nest en dat ik ze zou zien uitkomen. Ik hoop dat je voor vandaag geen plannen hebt, Rut. Ja? Het is pasdag en je kunt me helpen bij het uitwringen en het ophangen van de kleren. Oh, tante, ik moet vandaag echt weg. Het is heel erg belangrijk. Wat nu? Rut, alles wat Philip doet is hout hakken. Ik moet en zal altijd helpen, iedere dag steeds weer. En net precies vandaag wilde ik zo graag weg. Nou, ter afwisseling zou je ook wel eens iets voor een ander kunnen doen. En als je de hele dag zo onvriendelijk blijft kijken, dan blijf je binnen, begrepen? Werkelijk, je denkt alleen maar aan jezelf. Onvriendelijk hoor. Waar moet dat naartoe? Vlaggen mag hoor. Er staan hier vanavond nog. Doe dan. Kom, schiet op. Het gaat vlugger als ik het alleen doe. Kijk. Hou vast. Draai. Blijf draaien. Nou, toe kind. Blijf draaien. Nee, ze komt niet. Schiet toch op. Ze steekt eindelijk eens de hand uit de mouwen. Vanochtend moet je maar eens een keer alleen spelen, Philip. Rut komt vanmiddag bij mij toe. Nu helpt ze mij nog. Hoe eerder je ouders uit India terugkomen, hoe beter. Je moeder zal vast en zeker heel erg teleurgesteld in je zijn. Nou goed, laat nou maar. Breng de kleren naar buiten en hang ze op. Oh, Rut, kind toch. Nou, laat maar. Laat maar, breng die dingen naar buiten en hang ze op. Thank you.
Oh, kind, wat ben jij toch weer onhandig. Je kunt maar beter weggaan. Ik heb niks aan je. Je bent een blok aan mijn been op deze drukke morgen. En als je soms plannetjes gemaakt hebt voor de komende morgen, dan kun je het wel vergeten. Want je blijft binnen totdat je geleerd hebt gehoorzaam te zijn. En niet meer zo onhandig. Kom, weg jij. Oh. Oh, ik kan niet lief zijn. Ik wil niet boos zijn en egoïstisch. Ik wil goed zijn. Ik zal het nooit leren. Al dit akelige naar. Ze zullen toch nooit van me houden. Zit hij meteen? Wie dan? Ik weet het niet precies, maar het is geloof ik een jongen. Wie het ook is, kom er maar beter uit. Want wij hebben er drieën. Hé, hey, jij daar. Kom eruit. Misschien is hij wel dood. Nee, dat kan niet. Hij zat zich te krabben, zag ik. Ik ga er nog maar eens een keer in om te kijken. Misschien hoort hij wel niks. Zeg jongen, dit is onze hut. Jij gaat eruit en wij gaan erin. Ik blijf hier. Dan trek ik je eruit. Als je maar weet dat ik dan de hele hut omtrek. Kom maar op, dan vechten we erom. Als ik win, dan ga jij weg. En als jij wint, ga... Dan is het voorstrijdje. Jij blijft eraf. Eerst pak ik die gozer daar. Hop, Philip! Zet hem op, Philip! Zet hem op! Hup, Philip! Op de hut! Jij hebt gewonnen. Braaf kereltje. Zo'n stomme hut hoef ik niet eens. Een goede hut bouw ik zelf. Wij eten hier een verzankennest. Oh, bedoel je dat nest daar? Er zijn er wel honderden verderop. Weet je nog meer nesten? Echt nog veel meer? Oh ja, ik kan je alle nesten laten zien in het bos. Kom op, laten we gaan. Ik wil ze allemaal zien. Goed. Hoe heet je? Terry. Waar woon je? In een huisje bij het kreupelbos. Heb je nog broers en zusjes? Nee, alleen een moeder. Wat is je vader dan? Die heb ik niet. Waarvoor pluk je die bloemen? Die verkoopt mijn moeder in de stad. Huh? Kijk maar, hier is nog een verzantennest. Oh. Er zijn vier eieren hier! Hé! Hey! Oh, kom hier eens kijken! Daar! Oh nee, hij is weg! Je maakt ook zoveel lawaai. Wat was het voor vogel? Ik weet het niet. Vergeet je bloemen niet. Dag. Rut, en hoe is het met jou, meisje? Heel goed, dank u. We hebben net een hut gebouwd, daar bij de vijver. Bij de vijver? Die plek ken ik. En
Wie zijn wij? Mijn broer Philip en ik, maar hij heeft bijna zijn enkel en daarom moest ik thuis blijven. Oh, en dan speel jij alleen? Even mijn schaap is verdwaald. En ik denk dat hij vastzit in een van die bosjes, ergens. Je zou me kunnen helpen zoeken, Rut, als je wilt. Kom dan maar mee. Hé, hey, hup! Hé, hey, hup! Bent u altijd herder geweest? Ja, kind, ben ik altijd geweest. Daar eens even kijken. Hé, hey. Waarom is hij nou weggelopen? Nou, ik denk dat hij op ons lijkt. Hij gaat zijn eigen gang. En daarom heeft hij het nu heel erg moeilijk, dat arme kleine beest. Nou, hij heeft er vast heel veel spijt van. Helemaal alleen in de bossen. Hij denkt vast steeds aan thuis. Ja. Ja. Het kost heel wat dorens en pijn eer dat een lam leert. Mijn eigen weg is niet de beste. Hij is me nou steeds aan het roepen, hoor. Ergens. Als ik nou maar wist waar. Ik hoop maar dat we hem gauw vinden. Hij is echt ver weggelopen, hè? Ja, maar ik vind hem. Ik heb altijd mijn verloren schapen teruggevonden. En bracht ze thuis. Hé! Hey. Wat is dat? Hoort u hem? Dat zal hem zijn. Ja, kleine schooier, waar ben je nou, hè? Ja, daar. Hé, hey, daar ben je, kleine schooier. Moet je zo nodig ongehoorzaam zijn? Ja, kom dan maar, braaf. Ja, je bent braaf. Ja, rustig, rustig. Oh, oh. Ja, je bent al zo. Dat was niet zo slim van je. Zullen we nou maar naar huis gaan? Goed. Kom maar. Dat is 1 pond. Wat heb je? 2 shilling en een penny. Oh, we kunnen nooit een camera kopen. Oh, jawel, we hebben nou toch 1 shilling meer dan we de vorige keer hadden? Maar het duurt zo lang. Dadelijk zit de vakantie er weer op. En dan gaan we weer naar school en dan kunnen we helemaal geen mooie foto's meer gaan maken. Ik wou dat ik een baantje van tante mocht hebben. De krant rondbrengen of zoiets. Oh, wat een prachtige foto's hadden we toch kunnen maken. Ik denk honderden. Oh, Philip! Ik heb echt een geweldig idee! Wat is het? Bloemen plukken en voor centjes verkopen net als Terry's moeder. Oh, dat zal tante Marco toch nooit goed vinden. Zeggen we nooit? Maar natuurlijk niet! Ja. Weet ik niet. Zo te zien heten die mensen zo. In ieder geval, bellen maar. En dan moet je helemaal niet meer geen grappen hoor, denk erom. Zo, we hebben bloemen geplukt. We dachten dat we het wilden kopen. Ze kosten maar 6 pennies. Als u het niet te veel vindt. Ze zijn een beetje dood. Maar ze zijn niet goed als ze in het water zit. We hebben ze net geplukt. Ze zijn nog een beetje mooi. Lieve kleine kinderen, kunnen jullie niet lezen? Ja, mevrouw, heel goed hoor. En ik zag het ook.
Als je te jong bent om dit soort borden te kunnen lezen, dan ben je zeker te jong om dit soort dingen te doen. Ga naar huis, naar je moeder. Mag ik u even storen? Wij verkopen bloemen. Hallo? Wilt u een bosje? Hallo? Kopen jullie zo aan je kosje? Nee, niet helemaal. We willen iets heel bijzonders kopen. Maar bloemen verkopen? Niemand schijnt ze te willen kopen. Onzin. Dat zijn mijn lievelingsbloemen. Ik wil best wat geven voor zo'n mooi bosje. Alsjeblieft, schatje. Oh, ik denk niet dat hij zoveel aan ons moet geven. Dat is wel goed. Ik ben er echt blij mee. Jullie moeten echt nog eens terugkomen. Tot ziens. Tot ziens. En dank u wel. Wilt u bloemen van ons kopen? Kom toch binnen. Ik weet zeker dat we het kopen. Ach, het is overal hetzelfde. Mijn kinderen waren ook zo. Ze proberen je alleen maar uit. Ja, maar dat kleine meisje, Rut, is zo ongehoorzaam. Ik zal werkelijk blij zijn als haar moeder terugkomt. Kom eens, laat eens zien, wat heb je daar? Zeldzame bloemetjes, zeg eens, waar pluk je die? Bij de sloot! Bij de sloot! Dat dacht ik wel, die groeien bij het water. En ik koop zeker een bosje. Ga mijn beurs eens halen, Isabel. En geef ze een lekkere koek, voor ze gaan. Nee toch, ze zijn heel lekker hoor. Wat heeft dit te betekenen? Overslag, 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 op het kleed. Overslag, zoiets is toch geen ramp, nietwaar? Schrijven brengen geluk. En jij? Heb jij niks te zeggen? Nee! Ik zeg geen sorry! We hebben niks verkeerd gedaan! En niemand zei dat het schandelijk was, alleen u! Als we willen gaan we gewoon doen. U bederft alles dan te Margaret. Rut, ik ga je niet straffen nu, want ik denk dat dat niet helpt. Maar ik heb nagedacht op weg naar huis. Ik ben niet in staat jou op te voeden. Het lukt me gewoon niet. Je hebt nog 10 dagen vakantie. En daarna blijft me niets anders over dan je naar een kostschool te sturen. Je moeder stelde dat aan met kerstmis voor, maar ik wilde je bij me houden. Het zal ons een heleboel geld kosten. Maar werkelijk, alles is beter dan te zien hoe jij, bokkig en eigenwijs en volkomen verwilderd opgroeit. Ik ga nooit. Ik vraag je niets. Heel goed, dan loop ik weg en dan kom ik nooit meer terug. Ik
Het spijt me, maar ik stuur je naar kostschool. Heel goed, dan loop ik terug. Je moeder stelde daar met kerstmis voor. Dan loop ik weg. Dan loop ik weg. Kijk nou toch eens, meisje. Je bent toch niet bang voor me? Kinderen zijn altijd welkom in mijn kerk. Maar ik ben een beetje verbaasd een klein meisje te zien zo vroeg al in de morgen. Ik heb hier geslapen. De deur stond gisteravond open en ik viel zomaar in slaap. Ben je hier de hele nacht geweest? Je moeder zal wel ongerust zijn. Niet mijn moeder, maar mijn tante. Je loopt niet weg bij je moeder. Kan je niet zo goed opschieten met je tante? Waarom niet? Ze houdt gewoon niet van me. Wel van Philip, dat gaat goed. Maar ze probeert alles te bederven wat ik doe. Grote mensen zijn ook niet volmaakt. We zeggen wel eens dingen die we niet menen. We doen wel eens dingen die niet goed zijn. Weet je, misschien, heel misschien, vind je tante het moeilijk om voor Philip en jou te zorgen. Ik zou me niet vragen of het makkelijk is om altijd voor jou te zorgen. Wat wil je nou gaan doen? Denk je nou werkelijk dat tante je naar
postkool stuurt als je teruggaat? Vind je het mooi? Bij ons hebben we ook een herder. Die was ook een van zijn schaapjes aan het zoeken. Ik zocht ook. Weet u, we hadden het nooit gevonden als het niet was gaan blaten. Maar Tandy hoorde het. Hij zat met zijn pootjes helemaal vast in de busjes. Het kon niet weg. Het arme beestje liep zo ver weg. Dat was niet zo slim, vind je ook niet? Hij zat wel in de problemen. Eigenlijk net een beetje als jij. Hoe bedoelt u? Nou, jij was koud. Alleen toen ik je vanmorgen in mijn kerk vond. Je was ver weggelopen. Je wilde niet naar huis. Je zat vast. En je weet niet waar je naartoe moet. Weet je wie die herder is? Jezus, de goede herder. En wij zijn als schapen. We doen steeds dom. Doen wat we zelf willen en komen in de problemen. Soms al veel erger dan jij nu. Maar net als jouw vriend meneer Tandy, de goede herder, vergeet ons nooit. We hoeven alleen maar om hulp te roepen. En dan? Je kan hem niet zien. Hij is hier, nu dichtbij. En hij wacht tot jij je laat vinden. Vraag je aan de goede herder om naar huis te gaan, doet hij het. En hij zorgt dan voor een oplossing. En als ik het doe, dan ben ik lief voor altijd? Nee, dat niet. Maar hij is dan altijd bij je. O, Rut. Hij houdt zo van jou. Ook als je verkeerde dingen hebt gezegd en ook als je verkeerde dingen hebt gedaan, zal hij je alles willen vergeven. Zodat hij tegen je kan zeggen, kom Rut, het is vergeven en vergeten. Je mag opnieuw beginnen. Is dat niet geweldig? Nou? Zo lang op laten wachten. Ik ben ook echt stout geweest. Helpt u me? De man heeft gezegd dat u het wilt. Hij zei dat ik net als dat lam kan worden, als ik het u me vraag. Wilt u mijn vriend zijn? Als ik straf krijg, help me.
er ook spijt van. Als ik mijn best doe, als ik lief ben, stuurt u me dan niet naar kostschool. Ik zal nooit meer weglopen, echt niet, tante. Als het enigszins kan, hou ik je toch het liefste hier, mijn kind. We proberen het nog eens, hè? Sturen. Maar het is nu weer goed, hoor. Nou, gelukkig maar. Hé, ik heb een houtduivennest gevonden. Nee! Ik heb gezien dat er 2 eieren in zitten. We kunnen vanuit de boom, die hiernaast staat, recht in het nest kijken. Maar we moeten oppassen dat we de moeder niet storen. Ik geef hem een voetje. Zie je hem? Ja! Oh, kijk eens daar! Oh, dat ze niet naar beneden vallen! Dat gebeurt niet! De meeste van houtduiven zijn altijd zo. Ha, ik weet hem beter uit, kijk post. Dat houdt nooit, ja? Terry, voorzichtig! Joepoe! Ah! Terry, niet doen, joh! Ik voel nooit joepoe! Maar ik geloof dat hij nog leeft. We moeten iemand halen om hem te dragen. Ik ga maar, want ik loop harder dan jij. Dood zou gaan, hè? Nee, ik denk van niet. Waarom niet? Hebben ze iets tegen je gezegd? Nee. Maar weet je, terwijl wij de anderen gingen halen, heb ik God gevraagd of hij Terry beter wilde maken. Dat zou hij dus wel doen. Heb ik ook gedaan. Ik zei, alsjeblieft, laat Terry niet doodgaan. De hele tijd. Ik denk echt dat het niet helpt, hoor. Ik ben echt niet zo braaf. Meestal vergeet ik gewoon om te bidden. En dan denk ik weer, zal ik het wel goed gedaan hebben. Maar Philip! Je hoeft niet ontzettend goed te zijn om te bidden. Je hoeft alleen maar bij de goede herder te horen.
Als je soms denkt dat ik het verzonnen heb, dan is echt niet waar. Het staat in de Bijbel ook. Als je stout bent, ben je een schaap dat verdwaald is en de weg naar huis niet weet. En dan komt de herder en die zoekt je. En als je het hem vraagt, vindt hij je. Maar hij blijft wel wachten tot je het hem vraagt. Welke herder? Jezus. Dan hoor je bij hem en hij luistert naar alles wat je zegt. Heeft hij jou ook gevonden? Ja, op weg naar huis in het bos. Ik heb hem echt om vergeving gevraagd. Om mee eens hem kunnen op te nemen. Ik wou dat jij ook bij hem hoorde. Zou dat dan kunnen? Natuurlijk ja. Hij heeft naar jou niet zo lang te zoeken, omdat je veel aardiger bent dan ik. Ik zal een plaatje laten zien. Kijk, het doet er niet toe hoe stout je bent of zo. Zie je het schaap? Het is weggelopen, heel ver weg, en toch vindt de herder het. Kan ik het hem nu vragen? Ja! Dan ga ik naar mijn kamer toe. Ik moet alleen zijn. We praten er morgen wel over. Heeft gevraagd of ik zaterdag thee kon drinken. Ik heb ja gezegd. Oh, mag het? Wie is meneer Robinson? Die ken ik niet. Rut, je moet geen afspraken maken zonder het eerst aan mij te vragen. Ja, maar hij is heel aardig, tante. Hij is die dominee waarmee ik gepraat heb. Hij zou je nog een briefje schrijven. Dat is wel te hopen. Maar ik denk dat het antwoord dit keer nee moet zijn. Mevrouw Montgomery belde gisteren dat haar kleine nicht bij haar komt logeren. En ik heb beloofd dat jij zaterdag met haar gaat spelen. Het is jammer voor je. Meneer Robinson nodigt je nog wel eens uit. Ik wil helemaal niet op de thee bij mevrouw Montgomery. En ik haat dat kind van Montgomery. Ze is net een kleine muis. Ze doet altijd naar binnen blijven en domino spelen. En ik haat domino spelen. Oh, tante zegt dat ik niet ga. In ieder geval heb ik meneer Robinson gezegd dat ik kom. Maar zo'n wildvreemde meneer Robinson. Wat is dat nou weer voor een onzin? Je moet nooit afspraakjes maken zonder mijn permissie. En sta stil als je bij me praat. Ik word duizelig. Ik ga toch. Ik doe wat ik wil. Ik heb meneer Robinson gezegd dat ik kom en ik doe het ook. U kan me niet stoppen. Ga direct naar boven naar je kamer. Ik ben niet gediend van zulke brutale kinderen. Je zou toch je leven beteren? Nou, dit lijkt er helemaal niet op. Kan me niks schelen. Naar boven. Hup, naar boven. Wat is er nou toch, Rut? Je hoeft er toch niet om te huilen? Wat is er nou toch? Het is de herder. Ik ben kwaad geworden en misschien wil hij nou niks meer van me weten. Oh, tante, denkt u dat ik nog bij hem terug mag komen? Wat bedoel je toch? Onschuldig gedragen. O, tante, denk dat hij me nog één keer vergeeft. Van wie kreeg je dit plaatje, Rut?
meneer Robinson. Hij vertelde me er alles van. U kent het verhaal toch, hè, tante? Vergeeft u me nog één keer als ik het nooit meer doe? Wat denkt u ervan? Als je er echt spijt van hebt, van al het nare, en echt van plan bent je leven te beteren, dan wil God je zeker vergeven. Vraag het maar aan hem. Oh, tante, u kent het verhaal toch ook? Oh ja, maar ik ken het vroeger beter dan nu. Zo, ik ben blij dat het jou goed doet. Bijna elke dag naar het bos. Arme Terry, hij was naar een speciaal ziekenhuis in de stad gebracht. We konden dus geen nesten meer met hem zoeken. Maar er was zoveel te zien. Ik las in die zomer het hele Lucas-evangelie door. Ik leerde de goede herder steeds beter kennen. Ik geloof ook dat het door hem kwam dat tante en ik het beter met elkaar konden vinden. Ik kon best wel met hem hebben. Doet het kleine rommelwinkeltje vlak bij het postkantoor. Hmm. We hebben daar een fototoestel zien liggen in de etalage. En Philip en ik hebben er samen voor gespaard. Wat willen jullie gaan doen met een camera? Nou kijk. We maken dit boek. We dachten foto's te gebruiken in plaats van tekeningen. Dat is toch veel beter? Maar kind, dit is prachtig. Doen jullie dit al lang? Oh, we doen het al tijden. Ruth! Philip heeft ze getekend en ik heb ze gekleurd. Jullie kunnen echt goed tekenen. Ruth, er is een brief voor ons. Voor ons? Ja. Oh, geef hem aan mij. Hier. Lieve Philip en Ruud, komen jullie langs? Ben thuis, maar moet in bed blijven. Hartelijke groeten van Terry. Mijn adres is Wilgenhuisje in het Kreupelbos. Loop maar door, hij ligt in bed. Hallo Terry. Ik wacht al de hele dag op jullie. We zijn meteen naar je toegekomen. Was het leuk in het ziekenhuis? Ging wel. Het begon me te vervelen. Alleen maar al die straten te zien. Hier is het ook niet veel beter. Wanneer mag je weer op? Ik denk nooit meer. Ze denken dat ik het niet weet. Maar ik hoorde ze erover praten in het ziekenhuis. Oh, Terry, ze sturen je niet naar huis als je niet beter wordt. Wil je wat boeken? Ik kan niet zo goed lezen. Ik heb heel wat platenboeken. Heb je vogelboeken en van nesten en al die dingen? Ja, een heleboel. Dat is werkelijk wat ik mis. Zullen we je bed buiten zetten? Het
bed kan niet door de deur. En je kan me niet tillen. Want mijn rug doet zo'n pijn. Vind je het niet te koud hier binnen? Een beetje. Waarom heb je dan niet meer dekens? Of heb je er niet meer? Dat gaat jullie niks aan. Jullie met je mooie kleren. Jullie waren er zeker bij toen Terry uit die boom viel. Had hem liever tegengehouden. Wat moet ik nou toch beginnen met die jongen? Dokter zei dat ik hem warm moet houden. Geef hem hete melk te drinken, zei hij. Waar moet ik het geld vandaan halen voor zulke dingen? Als ik niet eens weg kan om geld te verdienen. Zes je nog wat. Oh, en een penny. Als we nog zuinig zijn de komende tijd, kunnen we de camera kopen voor de kerst. Maar als we Terry nou 10 shilling geven, kunnen we hem pas met Pasen kopen. Tien shilling, dat is wel veel zeg. Vind je zelf ook niet? Toen is een nieuwe deken toch niet? Ik denk er eigenlijk over om hem nog meer te geven. Nee? De goede herder gaf alles toch? Hij gaf zijn hele leven. Misschien kan ik hem een plaatje geven. Denken jullie dat ik Terry ook iets kan geven? Ik heb boven een bed dat nauwelijks wordt gebruikt deze tijd. We kunnen hem daar samen voor zorgen. Terry, hier komen! Het is er warm en helder. En bovendien kijkt hij uit over het bos. Het is er in deze tijd zo mooi. Mooi uitzicht, vind je niet, Terry? Daar, die bomen. Zo onwezenlijk. Gert, denk je dat iedereen bij de herder kan komen? Ik weet het eigenlijk niet. Ik geloof dat je bij hem moet horen. Maar dan moet je je alleen wel door hem laten vinden. Net als het plaatje met het schaap. Ik vind dat plaatje niet zo mooi, Rut. Waarom niet? Ik weet het niet. Iets eraan vind ik niet fijn, gewoon. Ik denk steeds zou dat schaap soms te ver zijn gelopen. En kan de herder nog wel bij hem? Maar Jezus kan overal bij. Niemand kan zo ver van Jezus afdwalen dat hij hem niet meer kan terugbrengen. Hoef je niet bang voor te zijn. Ik wil een plaatje van dat schaap, nadat de herder hem heeft gevonden. In zijn armen, als ze naar huis gaan. Dat wil ik graag. Echt waar? Ik ga er eentje zoeken. En misschien vind ik er wel een.
Meneer Robinson! Hallo, Rut. Meneer Robinson, weet u nog dat plaatje dat ik van u kreeg? Je denkt toch niet dat ik dat zou vergeten? Ik wil toch echt dat plaatje dat erna komt. Is dat misschien mogelijk? Je bedoelt een ander plaatje van dezelfde schilder? Nee, ik bedoel een plaatje dat daarna komt. Nadat het schaapje gevonden is door de herder. Het is voor een vriend van mij. Hij vindt de mijne niet zo mooi. Hij vindt het zo of hij niet bij het schaap kan komen, de herder. Ik zal mijn best voor je doen. Zo gemeen, school blijven. Een beetje ingekleurd op de rok. Wat voor rok? Van het stomme kind Montgomery. Hallo, Rut. Kom binnen. En weet je, het enige wat ik vergeten was, waren de komkommers. Maar Terry, ik heb het voor je meegebracht. Ik wou het niet openmaken voordat Rut bij ons was. Sorry. Naartoe? Hij brengt ze naar huis. Waar is dat? Daar waar de herder woont. Zal ik je er eens over voorlezen? Hoe het daar is? En God zal alle tranen van hun ogen afwissen en er zal geen dood meer zijn, nog rouw, nog geklaag en ook zal er geen pijn meer zijn. Geen pijn meer? Oh, wat zal dat super zijn. Kan iedereen erheen? Iedereen die bij zijn kudde komt. Iedereen die om de goede herder roept. Maar een paar weken later, toen het winter werd, stierf Terry. Ontvang het koninkrijk bereid voor u vanaf het begin van de wereld. Dat smeken wij u, barmhartige Vader, door Jezus Christus, onze middelaar en heiland. Amen. De genade van onze Heere Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met ons allen, voor altijd. Amen. Waar zit je nou mee, hè?
Huil je om Terry? Ik hoorde erover van anderen. Vind het naar voor je. Ik heb God gevraagd, maak hem beter. Het was zeker niet goed. Hij wou niet naar me luisteren. Lieverd, stel je komt bij mij en zegt, daar is een klein lander ergens beneden. Het kan niet lekker rennen, omdat de berg daar veel te steil is en de stenen zo scherp. En ik zou erheen gaan, pak het kleine lam in mijn arm en breng het naar een ander plekje waar het gras zo mals is en waar het lekker kan eten. Dan zou je me toch niet komen zeggen dat ik het niet goed had gedaan. Nee. Weet je, het schaap werd thuisgebracht door de herder. Geen reden voor verdriet. Maar daar begrijp ik helemaal niks van, hoor. Ze begroeven Terry in de grond. En daar ligt hij nou. Hij was zo akelig alleen. Maar hoe kan Terry bij de herder zijn als hij daar zo akelig in de grond ligt? Ja. Hier. Zie je deze kastanje? Wat zal daarmee gebeuren, hè? En wat gebeurt er met zijn schil? Nou, de schil zal dan wel vergaan, denk ik zo. En is dan weg. En de vrucht zal dan wel een kastanjeboom worden. Dat is goed. Goed gezegd, kon niet beter. Nou, als jij die kastanjeboom ziet zwaaien in de wind, dan heb je toch geen verdriet over die schil die ligt te vergaan onder de grond? Nee. Nee. Nee, wees niet verdrietig over wat in de grond is. Het is alleen de schil. Jouw Terry, die wordt sterk daarboven. Met zijn redder. Dat is echt waar. Denk er maar eens over, lieverd. Zeg, je kan wel alleen naar huis komen, nietwaar? Natuurlijk wel. Je bent een flinke meid. Geen pijn meer. Oh, wat zou dat super zijn. Kan iedereen erheen? Ja, dat kan iedereen. Iedereen die bij zijn kudde komt. Iedereen die om de goede herder roept. Jouw Terry wordt sterk daarboven met zijn redder.